We zijn aangekomen bij de laatste video over de periode van het Interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. We hebben al naar Duitsland gekeken, gemengd theoretisch hebben we ook een beetje naar Italië en naar de Sovjet-Unie gekeken. En nu gaan we allemaal even ook nog naar Nederland toe. En dan met name naar de jaren 30, want die jaren 30 waren ook in Nederland, was dat echt een crisistijd. En een periode waarbij die economische crisis, die wereldwijde economische crisis, tot grote armoede en werkloosheid leidde. En dus ook in Nederland. Ja, en in Nederland was op dat moment Hendrik Colijn was de regeringsleider. En hij reageert erop met zijn regering door de zogenaamde aanpassingspolitiek. Hij ziet dus dat de overheid minder inkomsten zal krijgen, hè, want er wordt minder geld verdiend, dus er wordt ook minder belasting betaald. En hij reageert daar dus op door middel van zijn beleid daarop aan te passen. De overheidsuitgaven, die worden aangepast, die gaan ook minder uitgeven, omdat de overheid minder belastinginkomsten binnenkrijgt. Ja, volgens Colijn is dit dé manier om uiteindelijk door die crisis heen te komen. Niet door ineens met geld te gaan smijten of zo. Nee, die crisis die zal vanzelf ook wel weer overgaan. En we moeten de economie vooral niet te veel gaan verstoren als regering. Dus laten we maar gewoon onszelf aanpassen. En dat beleid dat werkte niet echt. De werkloosheid die bleef maar oplopen. En het was ook niet zo dat de regering Colijn niks deed voor de werklozen, want die kregen bijvoorbeeld wel een uitkering. Maar ja, in ruil daarvoor moesten ze ook wel stempelen. En dat betekent dat ze twee keer per dag op onregelmatige tijdstippen naar een stempelbureau moesten met een stempelkaart om daar een stempeltje te laten zetten. Want zo kon in ieder geval gecontroleerd worden of voorkomen worden dat ze stiekem zouden gaan zwart werken en zo extra inkomsten zouden hebben. En dat was een heel systeem dat daarvoor opgezet werd. En die werklozen die werden ook wel aan het werk geholpen of gedwongen eigenlijk ook wel een beetje soms om te werken voor een uitkering. Of in ieder geval voor een heel laag loon door middel van zogenaamde grootschalige werkverschaffingsprojecten. Ja, en dat zegt het eigenlijk al, dat zijn grote bouwprojecten waarbij dus werklozen gedwongen werden om zich nuttig te maken, om het zomaar te zeggen. Hè. Dus er werden kanalen gegraven, er werden bossen geplant. Nee, en hier zien we bijvoorbeeld een van de mooiste, of wat zeg ik, een van de mooiste, gewoon het mooiste park van heel Nederland. Het Goffertpark in Nijmegen wordt aangelegd met erin het mooiste stadion van heel Nederland, het oude Goffertstadion. Zien we hier op die foto links aangelegd worden. Ja, en dan werden dus heel veel Nijmeegse mannen, die werden daar aan het werk gezet om dat park en om dat stadion aan te leggen. En ja, dat werd dus helemaal met de hand werd dat uitgegraven. Hè. En daarom wordt dat dus ook wel de bloedkuil, de bloedkuul op zijn goed Nijmeegs wordt dat genoemd. En dat is dus zo'n voorbeeld, hè, Stadspark de Goffert, van zo'n werkverschaffingsproject. Ja, het zal voor die mannen die daar hebben moeten werken echt geen pretje zijn geweest. Maar ik ben trots op het werk dat ze gedaan hebben en ik ben er blij mee. Want daardoor kan ik iedere keer weer mooi naar mijn favoriete clubje NEC lekker nuilen met z'n allen in de Goffert. Maar goed, ik kan hier uren door blijven praten over NEC, maar daar zit je waarschijnlijk ook niet op te wachten. Dus we gaan weer even terug naar die jaren 30 in Nederland, hè, en die economische crisis die nog steeds speelt. Want we zagen dus bijvoorbeeld in die Duitse Republiek van Weimar dat ook voor een sterke opkomst van antidemocratische partijen zorgde. Ja, en dat zagen we in Nederland ook voor een deel gebeuren. Hè. Daar was met name de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, die opkwam zetten in die jaren 30. En dat was de Nederlandse Nationaal Socialistische Partij. En die stond onder leiding van Mussert. En in tegenstelling tot de Nationaal Socialistische Partij van Hitler in Duitsland wordt die NSB niet heel erg populair. Gelukkig maar, kunnen we ook zeggen. Maar ja, wat waren dan die denkbeelden van Mussert en van die NSB? Nou ja, iets wat we al vaker gezien hebben. Ook weer dat sterke nationalisme. Hè? Dus de Nederlands trots, daar streed men eigenlijk voor. Ook weer tegen de parlementaire democratie. Mussert zei ook, nee, je moet gewoon één sterke leider hebben. Eén partij met één sterke leider. En dat was hij dan natuurlijk. En ook hier zien we dus dat militarisme weer terug. Hè? Die verheerlijking van het leger en van geweld en van oorlog en dergelijke. Ja, zoals gezegd, Hitler was echt wel een groot voorbeeld voor Mussert. Maar zo populair werd hij dus gelukkig nooit.
Maar nu Hitler genoemd is, die opkomst, ja, daar werd natuurlijk in Nederland ook wel naar gekeken. En zeker naarmate Hitler zich ook naar het buitenland toe agressiever ging gedragen, ja, nam de kans en de vrees voor een oorlog in Europa wel toe. En de vraag was ook hoe Nederland er dan in zou staan. Hè? Tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven. En dat wilde de Nederlandse regering eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, of in aanloop naar die Tweede Wereldoorlog, ook weer doen. Hè? Ze hielden vast aan die neutraliteitspolitiek. Nederland was een klein landje en men dacht ook van ja, we kunnen maar beter geen partij kiezen in dit conflict, want dan worden we misschien wel heel snel overlopen. En daardoor besloot Colijn ook om vooral niet te veel te investeren in de versterking van het Nederlandse leger. Bovendien kostte dat te veel geld in zijn ogen. Ja, en of dat een verstandige keuze is geweest, ja, dat is weer een heel andere discussie. Daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar je hebt nu in ieder geval een beetje een beeld van hoe Nederland tijdens dat interbellum erbij lag. Ja, en de Goffert, jongens. De Goffert. Come.